Goed, lieve mensen. Ik was getagd door een aantal YouTubers om de no make-up tag te doen. Vandaar mijn blote billen gezichtje. Ik heb hem eindelijk opgenomen. Dus blijf zeker kijken als je benieuwd bent naar mijn antwoorden. Hierbij beloof ik, roo en blijd, plechtig dat ik geen make-up draag. Ik kan absoluut niet zonder mijn lipstift en mijn eyeliner. Dat zijn zeg maar de twee dingen die ik bijna dagelijks gebruik. Zeg maar in mijn dagelijkse make-up routine gebruik als ik make-up draag. Wow, lange zin. Maar ja, lipstick en eyeliner. Het product dat ik best wel zou kunnen missen is foundation. Dat is misschien een klein geheimpje, maar ik hou niet zo van foundation. Ik draag eigenlijk bijna nooit foundation. Ondanks dat ik wel eens een puist heb hier en daar, ja. Daar heb je concealer voor als het echt heel erg is. Ja, en nog een product waar ik wel zonder zou kunnen, dat is lipgloss. Ik heb wel lipgloss, een paar geloof ik hier achter staan, maar nee, ik kan best wel zonder lipgloss leven. Vroeger was het echt zo'n dingetje dat je zo'n tubetje had, lipgloss. Echt gewoon om de paar seconden zet je weer te stiften met dat ding. Maar nee. Nu weg ermee. Ja, eigenlijk wel. Er zijn zat momenten dat ik geen make-up draag. Ja, het is geen moedje. Moeilijk. Even naar mezelf kijken. Ik denk mijn jukbeenderen, maar aangezien er weer wat kilo's aan zitten, vallen ze misschien niet zo heel erg op. Maar ja, mijn jukbeenderen denk ik wel. Ja, jukbeenderen. Nooit. Wel, ik denk naar een formele gelegenheid of zo. Bijvoorbeeld een black tie gala, als ik echt een fancy schmancy event heb. Of bijvoorbeeld een bruiloft of zo, dan vind ik het toch wel leuk om een kleurtje op mijn lippen te stiften. En een beetje extra wimpers aan te brengen of zo. Maar ja, dat. Eigenlijk kan ik verder overal wel heen zonder make-up. Ja, op die formele gelegenheden na dan natuurlijk. Maar ja, eigenlijk overal wel. Niet zo moeite mee. Liever een week geen make-up dan dat hij een week mijn make-up gaat doen. No offense, schatje. Maar nee. Super leuk natuurlijk zo'n tag. En ook super leuk als jij hem ook doet. Of als je geen blog of YouTube kanaal hebt. Drop dan hieronder in de comments gewoon een paar van jouw antwoorden. Vind ik echt super leuk. Vergeet natuurlijk ook niet eventjes een kijkje te nemen op mijn blog. roenblijd.nl. Verder kan je me nog volgen op Instagram, op Twitter. Pinterest, natuurlijk ook super leuk als we daar even connecten. En als je nou niet kan klikken op het scherm, draai je scherm dan even een kwartslag. Want waarschijnlijk kijk je dan op je iPad of op je mobiele apparaat. En dan staan hieronder nog eventjes de linkjes naar al mijn social media en naar mijn vorige video's. Super leuk als je daar ook even een kijkje neemt. Dat was het alweer. Ik zie je graag de volgende keer. Doe nog even een duimpje omhoog en zie je de volgende keer. Ciao!